Na 15 jaar was er zaterdag weer een wielerronde door de Oost-Tellingwerfse dorpen. Een parcours waarbij alle Oost-Tellingwerfse dorpen werden aangedaan. Start en finish waren in Appelscha. De start was op de Boerenstreek en de finish op het hoogste punt van Friesland, de Bosberg bij het Openluchttheater. Twee wedstrijden, 's morgens voor junioren en 's middags kwamen de elite en beloften aan de start. De middagwedstrijd ging ook door een deel van de gemeenten West-Tellingwerf en Heerenveen. René Hooghiemster wist deze ronde van Zuid-Friesland op zijn naam te schrijven. De 23-jarige renner van Midi Center Ruiter Wielerteam was de snelste van een kopgroep van vier renners.